We doen in Brabant veel om de kanalen bereikbaar te houden en uiteindelijk ook om ze uit te breiden. Ik denk aan het Wilhelmina-kanaal Tilburg, ik denk aan de omlegging bij Den Bosch, Veghel, Den Dungen en uiteindelijk ook Veghel, Eindhoven. Brabant is een hele belangrijke economische regio. De economie van Brabant kan niet zonder goede bereikbaarheid. We hebben goede snelwegen, we hebben een luchthaven, maar we hebben ook hele goede kanalen in Brabant. Brabant heeft veel water. De visie van de provincie is dat we ook dat water optimaal kunnen gebruiken. Dan moeten we erin investeren en dat is nodig voor die economie in Brabant, die bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen. Een van de dingen die we nu gedaan hebben is de bezuiniging van het Rijk om minder sluiswachters in dienst te hebben, zou leiden tot minder gebruik van onze kanalen. Wij willen mee investeren in een geautomatiseerde centrale sluisbediening. Dat levert dus dat we straks 24 uur per dag, 7 dagen per week de sluizen in Brabant kunnen bedienen. En dat levert dan weer het voordeel op dat de bedrijven die daar ook gebruik van kunnen maken, hun schepen beter kunnen plannen. Voor het deel Veghel-Eindhoven zijn we bezig met een slimme combinatie van onderhoud en kleine aanleg. We zijn daar bezig met het vervangen van damwanden, maar ook het realiseren van een bochtverruiming. En uiteindelijk met het resultaat dat koppelverbanden Eindhoven makkelijk kunnen bereiken. En we doen dat samen met ondernemers en met de regio en dat leidt tot mooie resultaten. De belofte van de stichting Berzoop om 460 vrachtwagenbewegingen per dag van de weg af te halen, heeft de minister en de andere partijen, zoals de provincie en de gemeentes, overtuigd om de investering te doen om hier de kanalen, de kleine kanalen hier in Brabant, verder op te waarderen, zodat het vervoer over water aantrekkelijk kan worden en zodat er langere schepen kunnen gaan varen. Nou, wij vinden het geweldig als HKS zijnde, zodat we daarmee veel efficiënter kunnen functioneren. We kunnen met duwbakken eigenlijk verschillende grondstoffen tegelijkertijd naar onze zusterbedrijven in Schravendeel en Amsterdam transporteren. Waardoor we kostenverlagend kunnen werken, concurrerend kunnen blijven. En we dragen er ook bij dat we minder transportbewegingen over de weg hebben. Nou, mijn wens voor de toekomst is dat we als overheden beseffen dat we zuinig moeten zijn op onze kanalen. Blijf investeren, blijf ze onderhouden, blijf ze vernieuwen. En mijn wens is dat het bedrijfsleven in Brabant nog meer de kansen van de binnenvaart ziet en ook wil benutten. En daar dus ook nog meer schepen in de kanalen kunnen varen.